komen natuurlijk best wat vragen over een racefiets kopen. En ik wil daar periodiek op ingaan. En nu gewoon de eerste vraag. Ik wil een goede racefiets kopen. Ik begin met fietsen. Ik heb geen zin in marktplaats en gedoe en onderhoud. En dat ik iets koop wat niet goed is. Ik wil wel iets goeds. Maar ik heb ook niet een oneindig budget. Dus ik heb voor mezelf gesteld dat ik in de schoenen van een zoeker ga staan. Een nieuwe fiets wil. Maximaal 2000 euro wil uitgeven. Wel een moderne schijfremfiets. En ik zoek eigenlijk een Shimano groep. En persoonlijk vind ik dan Shimano 105 echt een beetje het begin. En het zou heel tof zijn als ik een carbon frame kan vinden. Dus we kennen de webshop wel van Decathlon. Dat is een beetje lastig zoeken, want we kunnen niet op schijfremfietsen zoeken. Maar dit zijn allemaal geen schijfremfietsen. Dus hier lopen we al een beetje vast. Nu kan ik de optie uitzetten van carbon frame hier. Dus die vink ik uit. En plotseling krijg ik wel wat schijfremfietsen zoals deze. Maar dit is, ja, dit is niet eens Shimano, dat is een of andere no-name. Dus daar kijken we niet naar. Geen schijfremmen. Schijfremfiets van 850 euro. Geen. Oh, er is een plaatje. En Shimano 105. Nou, laten we eens even kijken. Die heeft de hydromechanische schijfremmen. Dus echt van die grote, ja, onderhoudse gevoelige dingen. Waar ik zelf al slechte ervaring mee heb gehad. En het is een aluminium fiets. Kan. Is natuurlijk een optie. In die zin heb je wel alles behalve dan een carbon fiets. En verder staan er eigenlijk niet echt. Ja, hier staat nog eens bijna dezelfde, maar dan in hybride modellen, dus met een rechtstuur. We hebben hier een Sora, Shimano Sora. Dat is wel heel erg minimalistisch, vind ik. In die zin minimalistisch, daar zou ik zelf niet voor kiezen. Dit is ook een Sora afmontage. Dit is een Apex. Dit is een gravel racertje. Aardig, maar ja, je wilt natuurlijk misschien wel een racefiets en geen gravel racer. Nou, Shimano 105, hetzelfde verhaal. Volgens mij dezelfde fiets, maar dan met andere kleuren. Dit is een super mooie fiets, maar niet met disc. Maar wel met een super mooie, dure ASD2 groep. Dus echt wel een fantastische groep. En nu zijn we er. Dus we gaan doorkijken bij de andere. Dat is het bekende merk Canyon. Canyon staat bekend, denk ik, om zijn zeer goede fietsen. Goede prijs-kwaliteit. Mooie fietsen vind ik zelf ook. En ik heb hier eigenlijk de meest interessante gevonden. En die had ik al even opgezocht. Shimano 105 afmontage. Schijfremmen. En een carbon frame. En ook gewoon een mooi uiterlijk. En deze is ook in meerdere kleuren te kopen. Goede banden, goede wielen. Eigenlijk hoef je helemaal niks anders. Kost 2100 euro. Dus het budget ja, wordt overschreden. En ja, zoals je wellicht weet, bij Canyon is niet te onderhandelen. Het moet wel je kleur zijn, dus je kunt kiezen voor dat blauwe of voor dit zwart anthracite model. Ik vind ze beide eigenlijk mooi. En dat zeg ik zeker niet altijd, maar ik vind het gewoon een mooie, fraaie blauwe kleur. Dus dat is Canyon. Nou, vervolgens kunnen we ook nog kijken bij Cube. Dan hebben we denk ik wel een beetje de ja, betaalbaardere merken te pakken. En ik heb ook bij Cube opgezocht om de video niet al te lang te maken. Dus ik heb gekozen voor de fiets die ik heel veel beginnende fietsen zie kopen, want deze is het goedkoopste. Relatief. En ik zal het uitleggen waarom. Dit is de Cube Athene. Wat krijg je allemaal? Shimano 105 2x11. Hè? Dus kijk ook goed of je echt 2x11 versnellingen krijgt. Schijfremmen. Nou, geen carbon wielen. Wel een carbon fiets. Maar het mooie van de wielen vind ik dat ze wel mooi hoog zijn. Mooier dan bij, dit is de Canyon. Daar zijn ze wat lager. Dus hier zijn de wielen wat hoger. Ze zijn niet van carbon de wielen nogmaals. Maar ze ogen wel, of ze zijn aero.
Alleen ze zijn niet zo licht als carbonwielen, maar ja, dit plaatje oogt, vind ik, wat mooier dan dat van Canyon. En deze kost 1800 euro. Mooie kleurstelling. Uiteraard ook zelf een andere kleurstelling te kiezen. Ja, ik denk dat dit gewoon een mooi aanbod is. En dit is eigenlijk de eerste video dat we gewoon racefiets online gaan kopen. En gewoon samen kijken naar het aanbod. Althans, ik kijk naar het aanbod en ik neem je mee in wat ik zie. Dit is echt, en daarom zie ik hem echt zoveel op de weg gekocht worden. Door mensen die gewoon geen gezeur willen hebben met een tweedehands fiets. Een betaalbare fiets willen, maar ook gewoon echt een, ja, wel meteen een volwassen fiets. Hè. Dus gewoon direct schijfremmen. Een goede Shimano groep. Hè. Je hebt echt niet direct Ortegra nodig. En een carbon frame. Dus dan wat moet je eigenlijk nog meer? Dus dat is hem. Ik zal een link zetten onder de video. Mocht je het in YouTube zien. En hopelijk gaat je er wat aan. En waardeer je de video met een duim.